Is het nu beter van geluid? Hallo iedereen, is het nu beter van geluid? Hallo iedereen, is het nu beter van geluid? Horen jullie nog veel geruis? Ah ja, sorry, ik heb al het nodige geprobeerd. Sorry daarvoor. Maar ik ga toch proberen het zo goed mogelijk aan jullie uit te leggen. Mijn excuses daarvoor. Ik heb een bril aan, dat heel gemakkelijk is. Het is eigenlijk een make-up bril, dat je kan zo, en je kan doen. Waar ik het eerst mee begin is een eye primer. Die breng ik aan. Dan sla ik me weer terug. En een ander oog. Oké. Dan ga ik beginnen met mijn oogschaduw. Als er één kleurtje is dat ik over heel mijn oog niet toe, is het champagne. Dat is champagne. Ga je toe over. Zo. Tot aan mijn wenkbrauw. Zo. Dan draai ik het om. Dan gaan we de andere kant. En ik heb een vraagje van waar koop ik die make-up bril? Ik heb die bij bol.com gekocht. Zo, dan ga ik rosé doornemen. Deze. Rosé door van palet nummer 1. Die ga ik aanbrengen. Zo. Die breng ik aan. Zo. En blend ik uit aan de arcadeboog. Ik doe wat oogstel aan de buitenkant van mijn oog. En ik blend naar de vieren. Dan weer de andere kant. We brengen oogstel die aan. Naar de buitenkant. En dan naar binnen. En champagne kleur is van palet nummer 1. Zo. Nu bril dragen, zeg ik altijd, mag het een tikkeltje toch wel iets steviger zijn van kleur. Het, met een brillendrager verzwakt ook, verdwijnen de kleurtjes ook wel wat. Dus ik ga altijd toch wel iets sneller mijn kip aanbrengen. Met mijn bril natuurlijk. Dan, wat doe ik dan? Dan ga ik de bouché aanbrengen. Die zet ik aan de buitenkant. Zo. En blend ik dat uit. Dan neem ik mijn blendpenseel. Hoe meer dat je op en neer gaat bij je pensel, hoe mooier die met elkaar blendt. Ik zeg altijd tegen mijn klanten, zet je de ruitenwisser op. Hoe meer dat je dit doet, hoe mooier je oogschaduw van elkaar wordt geblend. Ziet je? Dan ga ik de andere kant doen. Zie de buitenkant. Zo. En blend ik het. Dus hoe meer dat je op en neer gaat met je borstel,
hoe mooier de oogschaduw van het haar bent. Dus zet mijn ruitenwisser op en voilà. Dan neem ik nog wat bijgen. En ga ik ook wel. Voilà. Zo. Zo. Is dat voor iedereen duidelijk zo? Oké, ik zie toch wel dat je mij toch wel kan horen. Oké. Wat ik eigenlijk ook wel heel belangrijk vind, dat is een, wat ik altijd wel doe, is een tightline. En de tightline, dat is een potloodlijntje hier in het oog. Dat ligt eigenlijk ook wel een beetje je oog op. Dat kan je doen. Oké. Doe het geluid nog wat beter? Nee. Sorry voor het geluid, ik kan er echt waar niet aan doen, sorry. Aan de andere kant gaan we ook de tightline doen. Dan is het waterlijntje eigenlijk boven in het oog. Voilà. Zo. Oké. Dan ga ik een eyeliner maken. Die eyeliner doe ik eigenlijk met de losse poeder van Sapoza. Ik ga een beetje fixatie doen op mijn penseel. En ik trek daar een lijntje mee. Zo. Wat ik eigenlijk ook wel heel mooi vind, is een zwart lijntje trekken. Dan ga ik met een blendpenseel met mijn donker oogschaduw erover. En dan heb je eigenlijk een blendlijntje. Zo. Dan ga ik het even met een ander oog doen. Beetje fixatie op mijn penseel. Dan. Zo, dan pak ik mijn blendpenseel, dat is dat ook schaduw. En zo heb je mooi een geblend eyeliner. Zo. Wordt iedereen duidelijk zo? Voilà. Wat ik ook wel, dan maak ik mijn oogschaduw altijd af met mascara. Mijn oog doe ik eerst op de wimper doe ik eerst met een lash primer. Zo. Oh, dankjewel Carrie voor het lief complimentje. Sorry. Dan ga ik mijn zwarte mascara aanbrengen. Zo, dan het andere oog. Eerst mijn lash primer. En dan mijn zwarte mascara. Zo. Dan ga ik nog een waterlijntje brengen onder mijn oog. Zo.
Wat dat eigenlijk ook wel altijd heel erg mooi is, dat ik een beetje een boucher neem op mijn penseel. En ik kan het eventjes onder mijn oog. Zo. En dan de andere kant. Zo. Daar deed ik mijn penseel tot schaduw op. En onder mijn oog. Ik heb boucher gebruikt, ik heb champagne gebruikt en ik heb rosé d'or gebruikt. Dat zijn mijn drie kleurtjes die ik gebruikt heb. Rosé d'or geeft altijd heel veel, ik vind het altijd heel mooi op een oog. Geeft ook wel warmte in het oog. Ik vind dat een topkleurtje eigenlijk ook. Sommigen zeggen van ik doe geen mascara onderaan, maar ik vind het altijd wel mooier afgewerkt op onder. Zo. En. Dan gaan we de wenkbrauwen doen. Ik gebruik het heel tof vind ik van Salpersuit. Ik ben ook het wenkbrauwpotlood. Dat kan met de wenkbrauwen. Juist. Wat ik wel doe. Dat is niet, ik trek een lijn. Ik ga kleine stippenlijntjes trekken. Zo. Dat komt veel natuurlijker over dan dat je een lijn trekt. Dus ik trek allemaal kleine stippenlijntjes. Zo. En ik kan het weer proberen. Ja, allemaal paletje van nummertje 1. Ja, dat klopt. Aan de andere kant. Zo, kleine stippenlijntjes, zo. Oké. Gaan we dat dan over. Zo. Voilà. Ik denk dat mijn ogen zo wel oké zullen zijn, hè. Ja, dat is een speciale bril. Dat is een make-up bril. Heel interessant natuurlijk. Voilà. En zo. Dan ga ik mijn lippen doen. Ik gebruik daarvoor eerst mijn lip primer. Zo. Nu, ik heb wel, als ik mijn ogen heel snel heb laten uitkomen, ga ik nooit felle lippenstift gaan gebruiken. Dus ik heb nu gekozen voor de Perfect Nude. Ik breng die aan. Ik doe eerst mijn cupido boogje. Zo. Mijn toon heeft hier toch wel iets meer licht gebracht. Ik denk dat dat iets mooier in beeld is. Ja, je kunt verschillende sterktes nemen. Je kunt plus 3, boob en kom, kunt je allemaal kiezen. En heel snel geleverd. Dan ga ik er nog wat lippenkloof bij doen. Zo. Mijn make-up is klaar.
Ik hoop dat jullie er iets van gehad hebben. Sorry voor het geruis op de achtergrond. Als jullie nog vraagjes hebben, mogen jullie met die auto stellen. Oké, groetjes. Dag.